De Jouwste Merken is een jaarmarkt die sinds 1482 stevast op de vierde donderdag in september gehouden wordt. Het recht op een jaarmarkt verkreeg Jouweren in 1482 als aanvulling op het al in 1466 verworven weekmarktsrecht. Deze jaarmarkt wordt sinds 1482 onafgebroken gevierd en is daarmee de oudste van Europa en mogelijk van de wereld. Traditiegetrouw wordt de jaarmarkt geopend door middel van het luiden van het zogeheten Jouwster Merkenklokje. Beste mensen, mooi dat je er al hier binnen. Het is zo'n uur de Jouwster Merken kan beginnen. Dit moment gaan we per hier missen, maar ik weet nog dat we hier in 2009 voor het laatst stonden. Toen ik mijn hele grote groep. Het is mooi dat je er al hier weer binnen. Volgens mij sjoggen we uit naar dit moment. Sjoggen we uit naar de Jouwster Merken. Ik wens je hem al hier een prachtige dag. Ik in de klok lierde en dan om de beurt ken iedereen dat ik van. Een goede Jouwster Merken. Wat zullen we doen? Maakt niet uit, dat helpen we even mee. Ja. Dat is wel regelmatig, Peter. Hoe vaak is dat nou al dingen? Verschillende keer. Ja, maar hoe lang? Ja, ik ben hier nog geboren, dus... Ja, maar hoe lang heeft nou al een touwtje erop? Ja, dat weet ik net, dan moet de volgende maar komen. Ja. Goed zo. Het lijkt simpel, maar toch ging het mis. De 190 kilogram wegende klok werd over de kop getrokken. Maar ze zijn ze niet meer de koning weer onder de kop draaien. Wordt het zo met de rekening die komt? Wacht mij. Doe maar weg. Centraal stond in vroeger tijden een veemarkt. Vandaag de dag is hier nog slechts een klein deel van over. Waar vroeger honderden paarden en veulens van eigenaar verwisselden, stonden er nu nog maar een twaalftal paarden en ponies om verhandeld te worden. Dat klinkt nogal wat. Ben je 6 hier? Ja, dank je wel. Het is zwieren maar. Nou Mia, moet je ook even mee? Even proeven. Deze druiven zijn zo lekker. Ik hou niet van opsteppen, maar ik heb wel de lekkerste manier. Kom erbij, die doen we er ook bij. En als klap op de vuurpijl ook nog zo'n mango. Kost maar 3 euro. Gaat er ook weer. Hele tas voor 1 tientje, maar jongens. Hallo, wie was dat? 1 tientje. Tijdens de Jouwster Merken staan er vele kramen in de Midstraat en omliggende straten. Op deze vierde donderdag in september is dit de ontmoetingsplek voor vele Jouwsters en vooral oud-Jouwsters. De dag staat in het teken van hernieuwde kennismaking en wordt bijna traditiegetrouw gekenmerkt door mooi weer. Wat luidt voor mij? Oh-oh! Dat wordt een wilde dag, jongen! Ja, nou, jij gaat vanmiddag een echte leuke vriezin aan de haak slaan. Hoppa! Hoppa! De Jouwste Merken is na 2 jaar afwezigheid, in verband met coronaperikelen, weer helemaal terug.
Het mooie weer zorgde voor een uitgelaten stemming en de mensen hadden er zin in. Het is geweldig. Het kan het beter. Nee? Wist het waar, ik is Jan. Het is hartstikke druk. We komen al je bekende meesters in. Van om Utens, die hier al hier komen, ik vind het helemaal geweldig. Ja? Ja, de sfeer is prachtig. Wat is de reden waarom met jou altijd de merk ook in? Nou ja, je bent een Jouwster, hè? Ik ben hier net geboren, maar we zijn hier al 42 jaar. Ja. Dan ben je Jouwster. Had je er net heen en het gevoel dat we wat missen? Dan heb ik wat mist, ja. 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 Het is natuurlijk een traditie, een hoop mensen kom je weer zien, een hoop bekend. Het is vaak een reunie van een hele hoop mensen. Ja, wat mij opvalt, is dat je komt steeds minder Jouwsters zien. Ja, ja, ja. Ik weet niet hoe dat is. Of je wil er zelf worden. Ik denk dat het is. Ja, ja. De hele hinde jou hier zo lekker, die je zo lekker roepen, hè? Ja. Zou jij dat is eigenlijk wat bij jou te merken net? Ja, helemaal. Kieperpoorten en hele hinden, hè, dat jij het bij jou te merken hebt. Want anders is het net compleet. Nee, maar verkepen jou maar zijn daar meer dan jongens? Ja, ik denk wel 3 of 4 keer ze vallen. Misschien wel 5 keer. Oké. Okay. Nee, dat roept ik hartstikke lekker. Ja, maar dat doe wat ik hoor. Komen de meisjes erop af. Ja. Viel dit weer? Ja, hartstikke best. Ja? Hartstikke goed. Ja? Ja, daarom. En gezellig en mooi waar, wat wil je meer? Hè? Ja, want de type is jouw te merken waar, hè? Ja, hartstikke best, hartstikke best. Dan heeft het gevoel dat er moest erbij weten wat het mist was. Ja, ja, ja. Even roepen, proeven, hoe moet je het zeggen, maar hartstikke leuk. No? Want de eerste keer weer heel slecht, fjouwde je waarom. Maar we zijn alle weer op orde, om het zo te zeggen. De meeste minder, het waarheden. Ja, en je ontmoet met een soort mensen die je hier in de zon hebt. Ik vind die wel. Dat vind je ook belangrijk voor de jouwste merken, de ja. Ontmoeting met jouw jouwsters? Ja, dus sommige mensen zijn hier per hier. Hè. En dat is de dag en dan praat je er even mee en dat over hier. Hopen dat we er nog binnen. Ja, nou ja, goed, maar wat mij opvalt is hoe ouder je wil, hoe minder wat jouw ze huis heen komt. Ja, dat is weer. Ja, dat is hartstikke weer. Ja. Dat en nog even, en dan denk je bij jezelf, wat doe je? Ja, nou, dat vind ik dus net, maar goed, ik ben dan nog wel plan om even te blijven. Maar ja, je weet het nooit, hè? Nee. Als je me in de show, dan valt hier en daar nog wel eens wat fout. En we leven in de rare tijd, maar ziektes en maar weet ik het al. Oorlog. Ja. En voor je vrouw geldt dat precies hetzelfde? Voor mij geldt precies hetzelfde, ja. Ja? Ik ben blij dat we hier weer binnen en gezond en wel. En maar mooi waar, dus dat wil je nog meer. Ja. Ook de horeca heeft als reikend, na 2 jaar afwezigheid, naar deze dag uitgekeken. Voor de horeca is deze dag bij uitstek geschikt om de gemiste inkomsten van de afgelopen jaren voor een groot gedeelte te compenseren. Het vergt wel een gedegen voorbereiding. Hoeveel mensen heeft jongen Jordan in? 30! Ja. En hoeveel vet een bier heeft hij gedaan? 5000 liter. Nou, dit ja. Dat moet een hoog wezen. Ook voor collega's en oud-collega's van de theefabriek in Jouweren was het de gelegenheid om oude tijden weer opnieuw te laten beleven. Goeie tieren, hè? Hé, Epke. Dag, Gerard. Waar is het niekste? Werkstel er ook nog? Ja. Ik was toch 50 jaar, zeg. 46, Pek. Tje? Ja. God. En het is de bedoeling om 2 hier op te houden. Je wist van mijn van toen ik was. Ik wist echt je. Maar de bus nog? Ja, maar de bus. Maar Piet Snits, ja. Maar Herman Jellings. Ja, maar Herman Jellings, ja. Anneke Kramer. Ja. De bijbehorende kermis op het grote plein achter de Midstraat is ook enkele dagen te bezoeken. Vermaak je met het hele gezin in de talloze kermisattracties. De kermis wordt maandagavond afgesloten met feestelijk vuurwerk voor groot en klein.